Dag Evi, u staat vandaag in Antwerpen. Ja, dat klopt. Ja. Waarom precies? Voor mee te doen aan de Miss Globe verkiezing natuurlijk. Hè? Dat is echt wel een ervaring en ik denk dat vele vrouwen dat wel eens willen doen en willen meemaken. En het is ook al 2 dagen echt wel super tof geweest. Dus. Heb je zelf ingeschreven? Ja, ik heb er zelf ingeschreven. Ja, ik had de site gezien en ik had een mail gekregen voor in te schrijven. Ik heb geen minuut getwijfeld. Wat doe je in het leven? Ik ben office manager bij Flying Service. Dat is een horecaprojectbureau die mensen recruteert en opleidt voor op evenementen te gaan werken. In Antwerpen, op de Vlaamse kant. Mooie job. Ja, tof. Heel afwisselend. Dus, Stel nu voor dat je Miss Globe wordt. Wat ga je dan met die job doen? Dan gaan we dat proberen combineren. Hè? Gaat dat lukken? We gaan dat in ieder geval proberen. Dus we gaan er voor alle twee voor gaan en dan zien we wel. Als het echt niet lukt, dan zien we wel wat er gebeurt. Ben je bij de jongste hier vandaag? Ja, ik denk dat er nog iemand is van 29. Nee, 2 van 29 en dan ben ik het van 30. Dus. Kennen jullie elkaar al een beetje hier? Ja, we hebben 2 dagen nu met elkaar opgetrokken. We hebben al een paar mensen dat je wel beter kent dan anderen. Maar nu, we kennen alle namen al. Het gaat heel goed. Nog geen ruzie gehad? Absoluut niet. En ik denk ook niet dat dat ervan zal komen. Dag Pascal. Wie is uw achternaam, Pascal? Van der Velde. Van der Velde. Ja. Vandaag staat u niet in het veld, hè? U staat hier op het podium in Antwerpen. Ja, vandaag zijn het een beetje andere sferen waarin dat ik mij vertoef. Luxueus, professionele visagie, professionele kappers. Dat is eigenlijk super. Ik denk dat heel wat vrouwen nu in mijn plaats wel zouden willen staan. Wat doe je normaal in het leven zo? Ik verwen mensen. Van 's morgens tot 's avonds. Ik ben kinesiste en ik heb een wellnesscentrum in Vea, in Vorselaar. Waar ik trouwens apetrots op ben. Is nu 2 jaar open en we hebben ook een horeca derde plaats behaald. Nu de gepasseerde maandag. Dus we zijn het derde beste wellnesscentrum van Vlaanderen. Daar ben ik ook wel apetrots op. Dan ben ik hier ook nog op de Mrs. Globe Antwerp finalisten beland. Ga je het nog drukker krijgen dan? Hè? Stel je voor dat je hier bij de eerste eindigt. Wat dan? Ja, dat zijn nu de typische workaholics. Die zoeken altijd maar meer. En ik ben 41 jaar. Sinds mijn 40ste heb ik rode zones in mijn agenda gezet. En die rode zones die dienen dan om alle leuke dingen in te plaatsen die ik vanaf mijn 40ste dan echt wel wil doen. Wat ik niet moet meer wachten tot ik 60 ben. Greet van Mechelen, maar u bent niet van Mechelen. Nee, ik ben niet van Mechelen, ik ben van Turnhout, het hartje van de Kempen. Oké, waarom doe je hier mee vanavond? Ik doe mee met een persoonlijke missie eigenlijk. Ik vind het heel belangrijk dat we aan onze generatie die volgt, hoewel ik zelf geen kinderen heb, dat we een goede wereld nalaten, een leefbare wereld. En ik zou als vegetariër is mijn voetafdruk op deze wereld iets kleiner dan de vleeseters, want de vleesindustrie vergt heel veel van de aarde. En ik zou zoveel mogelijk mensen willen overtuigen om 1 keer in de week geen vlees te eten. En ik denk dat je daar met een titel als Mrs. Globe of Mrs. Globe Antwerpen toch wel je stem iets luider kan laten klinken dan gewoon The Girl Next Door. Dat is mijn missie. Prachtige missie. U was de eerste Miss Vlaanderen, hè? Ik was de eerste Miss Vlaanderen, ja. Bij Vervecke? Bij Vervecke, inderdaad. Bij Rick Vervecke. Nog altijd fier op die titel? Nog altijd fier op die titel, dat wel, ja. Ga je die nu verlengen, die titel, met dit hier? Ik hoop het. We doen ons best. Ik wens je veel geluk. Dank je wel.